Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer een gloednieuwe video. Op 25 november 2019 upload ik de video 10 hoogtepunten van Storming Scotland. 10 hoogtepunten van Storming Scotland. En aangezien heel veel mensen mij om een vervolg hebben gevraagd, is hier het vervolg 10 dieptepunten van Storming Scotland. A broken heart is all that's left. Op de 10e plek staat de heenreis. De heenreis was op zich wel tof. Toen ik eindelijk in de lucht was, vond ik het ook helemaal niet meer eng om te vliegen. Maar we hadden echt heel erg lang vertraging. Dus we hebben ontzettend lang moeten wachten op dat we eindelijk in het vliegtuig konden. En dat was best wel naar. Dus dat is het 10e dieptepunt van Storming Scotland. Vertel, de eerste indruk, Schotland reizen 2019. Ja, dat was vertraging. Het is heel vervelend als je met het vliegtuig probeert te gaan. I'm still fixing all the cracks. Op plek 9 van de 10 dieptepunten van Storming Scotland staat de Hogwarts Express. En dan vooral het gesprek wat ik daarover had met meneer Walters. Daar kun je nu even een stukje van zien, waardoor je meteen begrijpt waarom dat een dieptepunt is. Hele goedemiddag en welkom bij deze vlog van onze Harmen. Harmen Frodo is het volgens mij. We staan hier in Malek bij deze mooie trein. Dit is een trein en dat betekent dat hij als trein werkt. Lost a couple of pieces when. Op de 8e plek van de 10 dieptepunten staat Thijs. Thijs, die op de allerlaatste hike, die vrijdag, zijn enkel verzwikte, daarom naar beneden getild moest worden, waardoor die reis heel erg lang duurde. Thijs, heel vervelend. I carried it, carried it, carried it home. Op de 7e plek van het, ja, dat weet u ondertussen wel, staat mijn Engels. Mijn Engels op die reis was dramatisch. Ik heb bepaalde stukjes erin waarin ik dus Engels praat tegen mensen die hierna straks even zullen komen. En nu zijn er nog steeds mensen die mij aan het pesten zijn met dingen die ik zei zoals very succes en dat soort dingen. Het is echt heel erg. Dus ik vind het ook super stom om dat te kijken, maar dat komt hier. Echt een dieptepunt. Hallo, if you're going to make it, it's 2 hours to the top, I think. Very succes. That was great, Herman. Op de 6e plek staan de mensen die allemaal niet in de vlog wouden. Jullie weten natuurlijk wie een beetje de sterspelers waren van Storming Scotland. Mensen zoals Lucas en Thijs en Tamar en ikzelf en nog een hoop mensen. Maar er waren ook een hele hoop mensen die niet op de vlog wouden. En daarin krijg je af en toe wel grappige momenten. Dit is niet echt vlogmateriaal, denk ik, maar. Nee. Nou, dat je dat nu zegt wel. My mind feels like a foreign land. Op de 5e plek staat de terugreis. De terugreis was helemaal niet leuk. Tenminste, het was niet super erg om terug te vliegen. Maar het idee dat een van de beste weken uit mijn leven toen voorbij was, was toch wel heel jammer. Echt een dieptepunt. Wij gaan het ook doen, alleen in de andere auto en ook een stukje later dan jullie. En dat betekent dat dit ook het moment van het afscheid gaat zijn. Afscheid nemen bestaat niet. Je gaat wel weg, maar verlaat me niet. Silence ringing inside my head. Op de 4e plek staat het corvée wat ik had, omdat ik een paar stickers in de groepsapp had gezet. Waarom we een beetje grappig waren aan het doen met, dan hadden we zo'n hele serieuze appgroep. En daar gingen we dan af en toe even zo'n stickertje in gooien. En dat was gewoon uit een goed hart. Maar toen bleek het dat ik corvée moest doen, omdat ik dat had gedaan. Wat leuk dat deze zieke prank nu toch op de vlog staat, hè? Luister man, het is kwart voor 8. Ik ben moe. Jij bent moe. Niet. Ja, ik vind het al een zieke prank. We hebben hier nog Linde achter ons ook. En we gaan lekker de tafel rekken. Please carry me, carry me, carry me home. Op de
de derde plek staat het zwemmen in Loch Lomond. Omdat dat het enige meer was waarin ik niet heb meegedaan. Wat ontzettend jammer is. Want na afloop had ik daar ook spijt van. Waardoor ik wel ging zwemmen in Loch Siel en in Loch Ness. Dus dat was echt heel jammer. Ja, heel jammer. It's time to go, boys! Fuck yeah. It! Zo, so, expeditie langs het meer. Op de tweede plek staat dat Lucas mee was. Nee, dat is een beetje flauw. Nee hoor, grappig. Lucas die was juist het allermeest in de vlog van iedereen. Dus hier een paar Lucas-iconische stukjes uit Schotland. Ik hoor niks meer van. We zijn nu al de weg kwijt. Ja, ik heb niks te zeggen. Oh, wat heb je te zeggen? Nou, niets dus. Niks. Niks. Ja. Oh, de hele berg gaat boem. Oh, dat vindt ze allemaal. Bam! Hallo, kijkers van Arme Frodo. En dan komt de allereerste plek van het dieptepunt van Storming Scotland. En toen ik de 10 hoogtepunten video maakte van Storming Scotland, kreeg ik als reactie dat mensen het heel jammer vonden dat zingen in de bus niet op 1 stond. En om dat te compenseren staat op plek 1 in de lijst van de 10 dieptepunten van Storming Scotland het zingen in de bus. Zodat jullie alsnog op plek 1 staan. Hier komt het. Oh, all I know, all I know. West Virginia zingen. To the place I'll belong. West Virginia. Mountain mama. Take me home. Country roads. En dan wil ik jullie de kijkers heel erg bedanken voor het kijken naar deze video van 10 dieptepunten van Storming Scotland. En dan zie ik jullie hopelijk heel erg snel weer bij een volgende video. Tot ziens, tot later.